ik ben Maritza en ik werk bij Donner. Wij organiseren Donner Young Adult specifiek. En we lezen dan allemaal leuke, nieuwe, onbekende Young Adult boeken en die bespreken we. En nu hebben we dus I'll Give You the Sun van Jandy Nelson gelezen. It's about two twins and I love both of them very much, Noah and Jude. En vooral Jude gelooft heel erg in geesten en dergelijke. Those twins, they have an amazing language, so vivid. It tells a really nice story about teenagers and the psyche and the developments they go through when they're young. En het beschrijft echt super goed hoe ongemakkelijk, maar ook heel spannend het is om verliefd te zijn als je nog heel jong bent. Heel mooi geschreven, heel poëtisch, de personen waren geweldig. Waarom ik van dit boek hou, is voornamelijk dat de emotionele lijnen van de personages heel goed uitgewerkt zijn. Wat ik er ook heel leuk aan vind, is dat je niet alleen naar het einde van het verhaal toewerkt, maar ook naar het midden van het verhaal. Maar ook vanaf een verschillende leeftijd, dus van het ene kind van 13-jarige leeftijd en van de ander vanaf 16 jaar. Daardoor krijg je delen van het verhaal totdat het aan het eind het plot tevoorschijn komt. I couldn't stop reading, I just read. Hour after hour after hour. Je gaat gewoon door die bladzijden heen. Gewoon als een sneltrein gewoon. Ik had het in één dag uitgelezen. Ja, het is een erg mooi boek. Super leuk om te lezen. Je bent er zo doorheen. It just flows and you want to know more and more about what's happening. Ik heb het boek nog niet uit. Ik zit op 80% van het boek. Het krijgt op dit moment 4 sterren voor mij. De cover is heel mooi. Als je die niet gezien hebt, moet je die nu gaan kijken. Google, weet ik veel. Dat was het eigenlijk. Ah.